Ja, heb je Sinterklaas gehad, krijg je de kerst weer. Tuurlijk, elk jaar hetzelfde. Dan kun je de klok op gelijk zetten, toch? Goedenavond, meneer. Mag ik u soms een vraag voor de radio kort? Over de kerst gaat dat. De vraag is, heeft u wel eens last van kerststress? De feestdagen? Nee, totaal niet. Gelukkig. En hoe doet u dat? Hoe houdt u dat lekker rustig? Hoe hou je dat rustig? Dat wordt gewoon geregeld. Je hoeft helemaal niks te doen. Nee, daar heb je echt genoten voor, hè, die er mee denkt. Okay. Ja, voor boodschappen, voor eten en cadeaus en zo. Ja, en gewoon bij de kinderen gaan eten. Dat scheelt ook wel op stress. U gaat gewoon uit eten? Uit eten, ja. Dat scheelt ook. Okay. Ja, zeker. En dan is het dus gewoon lekker rustig met de kerst? Nou, met de familie al wel, zeker. Ja, ja. Zelf aan elkaar, hè. De feestdagen, levert dat wel een stress op bij u, kerststress? Nee. Niet? Nee, wel, resoluut zegt u dat. Ja, heb ik ook niet. Daar heb ik geen last van. Want er moet dan eten in huis gehaald worden en cadeaus en zo. Ja, nee, heb ik een kwestie van plannen. Kwestie van plannen? Ja. Ja, dat heb ik niet. Dus dat is geen hollen en vliegen bij u? Nee. Van? Nee. Nee, heb ik niet. Ik ga ook gewoon werken. Oh, oké. Okay. Ja. Op de kerst zelf? Nee, niet op de kerst zelf. Nee. Gewoon doorwerken? Gewoon doorwerken, ja. En dan de kerst zelf, hoe ziet hij er nou uit bij u? Gewoon gezellig met familie. Gezellig met familie en gewoon gezellig. En altijd één dag rust voor onszelf. We zijn verwend met zon, maar nu zijn er toch ook wel donkere dagen voor de kerst. Zo heet dat toch ook altijd, de donkere dagen voor de kerst. Maar gelukkig zijn er dan mooie etalages, fijne versieringen, leuke lampjes, versnaperingen, cadeaus. Vast wel een kerstboom, toch? Nog niet. Nog niet? Dat komt pas na de Sinterklaas. Ah, okay. Dat is voor ons de traditie, zeg maar. Ja. Ja. Eerst de Sinterklaas, dan de kerst. Eerst Sinterklaas, dan de kerst. En dan zo rond die dagen, moet er allemaal inkopen gedaan worden, kerstboom, oké. Okay. En ontstaat er dan een stress? Wij doen geen cadeautjes met kerst. Dus die stress hebben wij niet. Wij vieren het gewoon, we gaan 's morgens naar de kerk op eerste kerstdag. En dan gaan we daarna met de familie lekker samen zijn. Juist. De grote familie, we hebben een grote familie, dus dat is wel mooi. Geen gedoe. Gewoon maar lekker bij elkaar zitten. Er wordt vast wel gegeten, toch? Ja, maar we doen niet overdreven. Nee. Dan, zijn een beetje saai misschien? Nee, helemaal niet. Want zo hoort kerst toch ook samen zijn en het vieren. Dus wat dat betreft. Ja. En onze vader leeft nog, dus die willen we er gewoon graag bij hebben. Ja. Ja. Ik heb niet heel veel stress. Misschien voor mijn werk wel, maar niet voor de inkopen doen of iets dergelijks. Ja, dat bedoel ik, hè? Ja, ik heb daar geen stress voor. We houden het met z'n tweeën lekker rustig. En we bereiden ons op alle rust voor, dus we gaan niet stressen voor de kerst. Nee, die druk probeer ik mezelf niet op te leggen. En hoe doet u dat? Heeft u nog tips voor andere mensen dan in deze kwestie? Plannen van tevoren, bedenken wat wil ik, wat ga ik doen en met wie en waarom. En vooral even niks aan mijn hoofd hebben. Dat is een beetje het idee. En bij stilstaan wat de kerst is. Precies, ja, precies. Een lekkere rustige kerst. Ik hoop van wel. U komt goed voorbereid. Gaat u de kerst in? Ja, dat wel. Ja, dat is al begonnen natuurlijk. Hè? Ja, met advent. Ja, het is een soort van race vaak. Hè? Dat er moeten allemaal inkopen gedaan worden. Winkels dicht. Eten, cadeaus. Nou, dat heb ik meer gehad met Sinterklaas, zullen we zeggen, dan met kerstmis. Ah. Veel cadeaus kopen, zullen we zeggen. Dus, dat klinkt goed. Ja. Traditioneel is mooi. Ja, nee. Dus we hebben veel cadeaus gekocht en komt het dan op tijd en vertraging bij de post. Maar met kerstmis hebben we dat niet zo. We zijn ook niet zo van de cadeautjes met kerstmis, dat doen we meer met Sinterklaas. En dan valt de druk mee. Dan valt de druk mee. Dat dus wij leven heel rustig naar kerstmis toe, met z'n tweetjes. Oké. Okay. Nou ja, goed, dat moet dan een feest zijn van een bezinning aan het einde van het jaar. Maar dan ontstaat er bij veel mensen toch een bepaalde stress. Eten in huis halen, cadeaus. En heeft u dat ook, kerststress? Ik? Nee hoor. Nee? Ik heb nooit gestresst. Nooit geen stress? Nee. Ook niet met de kerst? Nee. Ik moet toch werken, dus wat dat betreft dan hoef ik mij er nergens druk om te maken. Oh, je werkt met de kerst? Ja. Oké. Okay. Nee, het is altijd wel een heel mooi samen zijn, maar ik zie het niet als zijnde van dit is nou het hoogtepunt van het jaar of zo. Nee. Juist, geen stress? Geen stress. Kerstboom natuurlijk, ja, kerstboom en veel kerstversieringen, veel kaarsjes en daar houden wij wel van. Het is het feest van het licht, dus we steken veel licht aan. Ik doe wel wat aan de kerst, maar ik heb er nog helemaal geen stress van. Ah. En ik denk ook niet dat ik dat ga krijgen. Is dat dus andere jaren ook niet geweest? Nee. Relaxed. Cadeaus doen we niet aan. Dus, we hebben geen kleine kinderen meer, dus Nee, dus blijf gewoon... Lekker rustig. Lekker rustig. En hoe ziet de kerst er dan verder uit bij u thuis? Met de kinderen. Wel eten. En, een beetje proberen gezellig te maken.
Nee. 'S morgens wat lekkers bij de koffie. Lekker borreltje. En dan een hapje en een drankje. En dan 's middags met elkaar eten. Nou, de dag is zo om. Ja. Tweede dag ga je lekker naar buiten. Ja. Nou ja, omdat dan er moet eten in huis gaan door een speciaal gegeten worden. En er zijn cadeautjes te vergeven. Dan krijg je alvast een soort van druk. Nee, eigenlijk niet. We hebben alles ruim van tevoren geregeld. Ja. Dus weinig druk. Geen druk, geen stress. Heerlijk relaxed.